Bijeensmet is niet leuk voor Suriname. Wat zeg je? Dat is juist. Is niet leuk voor Suriname. Als je internationaal deze discussies krijgt. Men had dus nauwkeuriger te werk moeten gaan. Maar wie moest nauwkeuriger te werk gaan? De mensen die Interpol hebben aangeschreven, toch, met al de documenten die dus daarbij ook nog. Kijk, Interpol is een internationale politieorganisatie. En Suriname, in dat hele verhaal zegt men niet eens wie vertegenwoordiger is van Interpol in Suriname. In mijn tijd was het de korpschef, een korte tijd was het zelf de minister. Maar nu hoor je niet de vertegenwoordiger wie kan praten. Ik weet het niet hoor. Waardoor ik alles goed moet lezen voordat ik zeg, hey, dat is het lauwe reactie hierop geven. Want het is verschrikkelijk. Alle mensen zeggen allerlei halve dingen. Maar Interpol als organisatie is normaal dat de politie, de landelijke, de verschillende landen ondersteunen zoeken bij Interpol als een verdachte opsporen. Nu gaat het erom, waarom spoor je die verdachte op? Over Hoefdraad zijn case praat ik alleen maar wanneer ik met het vonnis in de hand heb. Dat heb ik over die case praat. Want anders dan een aantal mensen zeggen, lees ik andere dingen in het vonnis. Bijvoorbeeld over de schuld van Hoefdraad en dat soort zaken. Dus ik ga mij niet zomaar uitlaten op allerlei halve berichten. Zoals ik u heb gezegd, lees ik uit de verklaring van het Openbaar Ministerie, en dat heb ik uit het dagblad gelezen hoor, uit die verklaring, dat zegt het Openbaar Ministerie. Nee, ik vergis me, ik heb die verklaring uit Tarnus of zo gelezen. Maar uit het dagblad wordt er gezegd dat de case van Hoefdraad onherroepelijk is. Uit die verklaring van het Openbaar Ministerie lees ik voor het eerst, want al die tijd speelde dat ook in de gemeenschap, dat die case nog niet beëindigd is. Nu moet ik die tekst, die letterlijke tekst gaan zien om mijn visie daarop te geven. En zo heb je een aantal tegenstrijdigheden waarover je niet zomaar 1, 2, 3 dingen moet zeggen. Je moet die dingen eerst lezen. Bent u ook van mening dat die move naar Interpol te snel geweest is? Te voorbarig geweest is? Nee, ik ben niet van mening dat het te voorbarig geweest is. Ik ben wel van mening dat men een bijzondere nadruk erop legt. Want inderdaad heeft dit te maken met een stukje bestuurlijke wanorde. Alsof men hun bestuurlijke problemen op het bord van de rechterlijke macht wil leggen. Dus ik ben wel van mening dat men te veel barbarie eromheen maakt. Want er zijn toch meerdere mensen, meneer Raadschuk. Ik weet niet eens precies of er een rechtshulpverzoek is gevraagd. En je hoort geen enkele barbarie. Ja, twee maten dus. Dat heb ik nog niet gezegd. Dat ga ik zeggen wanneer ik alles op een rij heb gezet. Nog niet gezegd. Nog niet, dat zeg ik toch. Je moet die dingen zorgvuldig op een rij zetten. Dus het komt nog? Dat kan nog komen inderdaad als je zo naar een paar cases kijkt. Ja. Maar in ieder geval, Hoefdraadzaak is krachtens die verklaring van het Openbaar Ministerie, als die verklaring goed is, nog niet klaar. Het moet nog in hoger beroep worden behandeld. Ja, maar dat was bekend toch? Want hij heeft hoger beroep aan. Het was eind. Absoluut, maar het moet nog worden behandeld, dus we zullen zien. Want dan komen we op een ander punt waarbij mensen zich beroepen op internationale verdragen, waarbij je natuurlijk een tweede beoordeling moet hebben. Maar dat zijn andere juridische aangelegenheden. Maar ik lees in het persbericht dat het Openbaar Ministerie zeg dat die zaak nog moet worden behandeld, dat die zaak nog niet... Ja, het staat recht overeen, zeggen ze. Ja, die zaak is nog niet, is nog geen eindbeslissing in die zaak, om het zo formeel. Dat lees ik. Nu ben ik op zoek naar de verklaring van het Openbaar Ministerie
En dat is ook zo moeilijk. Dus ik zal op de website gaan, laat me zien of het daar letterlijk is. Dus eigenlijk valt u over de communicatie in deze case? Natuurlijk, want je wordt in de war gebracht. Maar Hoefdraad heeft natuurlijk, misdragen. Wanbestuur, strafbare feiten zelf. Maar als ik het vonnis lees, dan vraag ik mij af of Hoefdraad alleen dergelijke feiten kan plegen. Nooit. Dus een beetje selectieve benadering, zeg dan. Indien uiteindelijk blijkt dat Interpol toch wel gezegd heeft van nee, we gaan onze vingers daar niet aan branden, zou dat begrijpelijk voor u zijn? Ja, nee, Interpol heeft een aantal regels. Ik heb die Interpol-regels niet hier voor mij, maar ik ken die beperkingen. Ik heb toevallig die artikelen, ik ken die beperkingen. En onder die beperkingen zijn er inderdaad situaties die een beetje politieke indicatie hebben, die komen niet in aanmerking om door Interpol te worden behandeld. Kijk bijvoorbeeld, in Hoefdraadzaken, het hangt er vanaf hoe je het beoordeelt. Hoefdraadzaak kan snel, als je het oppervlakkig beoordeelt, een politiek tintje krijgen, want de Nationale Assemblée is geen gerechtelijk orgaan, is geen vervolgingsorgaan. En in Hoefdraadzaak, helaas door onze wetgeving, moest hij eerst door de Nationale Assemblée gaan. En voor pech is dat twee keren gebeurd. Dus daar begint de verwarring al. Maar is dat gebruik dat twee keren moest geschieden? Ik ken geen voorbeeld in het verleden. Dus wanneer u praat over gebruikelijk, dan moet het eerst zijn gebeurd. Ik ken geen enkel voorbeeld in het verleden daarvan. Misschien moet ik zeggen, is dat normaal, gepast, geoorloofd? Het hangt er vanaf hoe je het beoordeelt. Het is een beoordeling van de Nationale Assemblée. En de redenering is, kijk, de Nationale Assemblée is onderdeel van de staat. Want vaak praat men over de overheid, maar wie is overheid? Overheid is een samenstelling van instituten, rechterlijke macht, politie, Nationale Assemblée, regering. En sommige mensen redeneren als eenmaal een besluit genomen is door de staat, maar daarover is er veel motiveren nodig. En natuurlijk, dan kun je ook verwijzen naar de uitleg van artikelen. Maar dat is niet voor een klein gesprek. Maar het publieke debat is zo oppervlakkig dat het niet aan de orde komt. Dus ik kan niet zeggen, gebruikelijk, dat is buiten de orde, omdat ik geen enkel voorbeeld heb dat het eerder gebeurd is. Maar de motivering kan aan beide kanten vallen, ja. Ja, u zegt, Hoefdraad heeft zich misdragen. Ik hoor ook de opmerking dat eigenlijk beleidsbeslissingen, je kan één minister niet ophangen voor beleidsbeslissingen die door een regering genomen worden. Wat is uw reactie daarop? Dat zeg ik, als het besluiten zijn die in collectiviteit moeten zijn genomen, of zelf al zijn ze niet in collectiviteit genomen, de uitwerking daarvan een collectieve zaak wordt, want daar komt begroting erbij kijken. Let wel, de rechter, het Hof van Justitie, niet één rechter, het Hof van Justitie heeft beslist bij de bewijsvoering, heeft het Hof van Justitie vastgesteld, A, B, C, D, Hoefdraad heeft een paar dingen gedaan. Maar het is niet duidelijk hoe de geldstromen zijn gelopen. Het Hof heeft gezegd dat de bank benadeeld is en de staat bevoordeeld is. Nou, de staat staat niet op zichzelf. Het zijn staatsorganen die de taken van de staat uitvoeren. De staat is bevoordeeld. Daarom moet er volgens het Hof een financieel strafrechtelijk onderzoek komen. Nou, ik kijk uit naar een dergelijk onderzoek. En dan zien we wat had de raad van bestuur van de centrale bank gedaan, enzovoorts, enzovoorts. Die hele wet die betrekking heeft om in staat van beschuldigingstelling
als je naar de memorie van toelichting kijkt, dan zie je dat ook daarmee rekening is gehouden. Dat wanneer een nieuwe regering komt, er een nieuwe benadering kan zijn. Dus deze dingen kunnen gebeuren in politiek. En meneer Limbo, we spraken over kan het voorkomen. Ja. En dan kom ik bij u. U komt uit een kamp en u bent een preponderante verdediger van het beleid geweest. Waarin deze dingen voorkwamen. Ongelijke behandeling. Ja toch, meneer? Maar u maakt mij tot onderdeel van het gesprek en dat als nee, presentator. U was een goede verdediger daarvan. Ik heb u zo nu en dan bewonderd om uw verdediging. Maar dat is een feit. Dus als je vraagt, kan het voorkomen? Dan moet ik inderdaad, want ik weiger inderdaad, zoals velen steeds te verwijzen naar het verleden. Maar deze vraag is relevant door uw vraag. Wat verwacht u verder? Ik verwacht niks. Ik ga eerst die dingen goed lezen en daar heb ik een mening. Ja. Die mening uit ik ergens anders zei u bij een ander station, maar dat komt nog. Maar waarom doet u dat bij een ander station? Ik ben daaraan verbonden toch? Ik ben toch panellid daar toch? Ja, dat is een programma, niet dat station. Dat bedoel ik. Ik hoop u ook vaker te horen. Ik dacht dat ik u maar één keer heb gebracht, no? Of vergis ik me? Buiten mijn toestemming had u mij gebracht, ja. Oké, bedankt voor dit vraaggesprek.